Salam is nu 25. Ze is twee jaar geleden getrouwd en nu zes maanden zwanger van haar eerste kind. Haar verloskundige merkt op dat Salam zich zorgen maakt over de bevalling. Ze vertelt over lange, moeizame en pijnlijke bevallingen van haar moeder, tantes en oma. Ze is bang dat ook zij een hele pijnlijke bevalling tegemoet gaat. En loopt haar kind mogelijk ook gevaar? Hoe kan de verloskundige haar geruststellen en voorbereiden op de bevalling? Hoe brengt zij de mogelijkheid van defibulatie ter sprake? En kan zij dat eigenlijk zelf? Of moet zij dan doorverwijzen naar een gynaecoloog? Hi, ik ben Floor, verloskundige bij praktijk Utrecht West. Uh, Beleidsmedewerker bij de KNOV. En ik werk in een praktijk waar vrouwen komen die besneden zijn. Nou, als je een, uh, een cliënt hebt die uh, besneden is, dan moet je dat natuurlijk bespreekbaar maken. En dat doe je op een respectvolle manier... Um, eigenlijk werkt het het beste om het gewoon te vertellen of te vragen aan mevrouw en uh, reageren ze er eigenlijk altijd wel goed op. Uh, het helpt vaak om het waarom te vertellen. Dus uh, je kan uitleggen dat als uh, mensen besneden zijn, dat de uitgang van de vagina vaak kleiner is en dat dat een probleem kan opleveren als de baby eruit moet. En dat je graag wil kijken bij haar hoe het eruit ziet, zodat je um, de beste zorg kan leveren voor haar en de baby tijdens de geboorte. Bij ons in de praktijk uh, werken we met een vragenlijst. Als uh, mensen bij ons zich inschrijven krijgen ze een vragenlijst toegestuurd omdat wij veel mensen met een taalbarrière hebben. En op die intakevragenlijst daar staan allemaal vragen over gezondheid. En uh, daar hebben we ook gewoon de vraag over um, besnijdenis in staan. En die staat bij ons gewoon onder het kopje Ben je ooit geopereerd aan je vagina, besneden of heb je piercings? Doordat dat erin staat kan je het heel makkelijk bespreken eigenlijk. Nou, wie detecteert VGV? Eigenlijk uh, moet iedereen dat kunnen. En met iedereen bedoel ik de vloskundige of de gynaecoloog. Uh, maar het is natuurlijk altijd handig als je mensen met ervaring hebt. Uh, als je die hebt in de praktijk, dan is het handig om die mensen te laten uh, detecteren. Um, en als je die niet hebt en je voelt je niet bekwaam om het te doen, vraag dan aan een praktijk die wel uh, ervaring heeft of die het kunnen doen. Of bij de gynaecoloog. Ook is het handig om in je VSV een duidelijk zorgpad te maken over meisjesbesnijdenis en hoe je dit regelt bij jou in de keten. Naar wie je moet verwijzen, de specialisten in de keten uh, en ook wie je kan raadplegen. Zeker als je in een praktijk bent waarbij het niet veel voorkomt, is het handig als je dit gewoon al klaar hebt staan en niet uh, het zelf nog weer uit hoeft te vinden. Nou, het is handig om samen met uh, de zwangeren te gaan kijken uh, naar de besnijdenis. Heel vaak willen ze zelf helemaal niet kijken. Um, maar ik zou het toch wel altijd aanbieden dat ze mee kunnen kijken met een spiegel. Zeker ook om uitleg te kunnen geven. Maar eigenlijk willen ze dat bijna nooit. Uh, ze schamen zich vaak heel erg. En um, dat zorgt ervoor dat ze ja, dat ook gewoon heel moeilijk vinden als je gaat kijken. We hadden een keer een uh, cliënt en daarbij uh, was al aangekondigd dat ik zou gaan kijken. Op het moment dat ik wou gaan kijken, uh, wou zij eigenlijk niet dat ik keek. Moest ik eerst weer rustig met haar praten, vertrouwen winnen. Uiteindelijk uh, mocht ik van haar kijken, maar kon zij het niet aan om mij te zien en heeft ze haar hoofddoek over haar gezicht gedaan. Uh, omdat ze het gewoon zo schaamde dat ik ging kijken, uh, dat ze het anders gewoon niet kon verdragen. Hè? Uh, dit zorgde er ook voor dat uh, mijn spreekuur ongeveer een half uur uitliep. Um, de advies is echt om de tijd te nemen, maar plan het bijvoorbeeld aan het einde van je spreekuur als je bij iemand moet gaan kijken, want de ene keer gaat het gewoon sneller dan dat het bij de andere keer is. Nou, ook moet je opletten als je iemand hebt die bijvoorbeeld een tweede of een derde kindje krijgt. Uh, dat je toch weer opnieuw gaat vragen en, en of gaat kijken naar de besnijdenis. Want soms worden ze in de tussentijd in het land van herkomst uh, weer opnieuw uh, besneden of weer opnieuw dichtgemaakt. Uh, dus uh, wees altijd bedacht op uh, ja, een besnijdenis. Nou, als ik gekeken heb bij een cliënt, dan uh, ga ik dat opschrijven. En dat moet ik eigenlijk zo nauwkeurig doen. Dat je iedereen die haar bevalling zou gaan begeleiden. In principe op basis van mijn aantekeningen en mijn tekening. Vaak uh, het zou kunnen, op de goede manier zou kunnen openen als dat nodig is. Of al weet dat dat niet nodig is uh, en wat er dan wel nodig is. Je beschrijft wat je ziet, welke delen er zijn verwijderd. Uh, hoeveel en waar het littekenweefsel zit. Of je kan toucheren, dus een inwendig onderzoek kan doen en of dit als pijnlijk ervaren wordt door mevrouw. Uh, of ze angstig is en mogelijk misschien PTSS of andere trauma's heeft uh, uh, waardoor ze meer gespannen is. Uh, de no uh, omstandigheden noteren van waarin ze besneden is is belangrijk. Als mevrouw in een kliniek besneden is, dan is het vaak toch iets netter gedaan uh, dan dat het bijvoorbeeld in het dorp zelf. Uh, in een uh, huisje gedaan is door een plaatselijke vrouw die dat doet, dan zie je toch vaak meer verklevingen en problemen. En uh, noteer ook, en dat moet je dus met mevrouw bespreken, stel dat zij onverwachts een keizersnede krijgt tijdens de bevalling, is het gewoon heel belangrijk dat je al besproken hebt met haar of de uh, besnijdenis geopend moet worden. Uh, mogelijk heeft ze dermate klachten dat zij dat wel wenst. Op het moment dat je een spoedkeizersnede doet, kan je niet nog even aan mevrouw gaan vragen. Wenst u eigenlijk dat we het openen? Uh, dit zijn de voordelen, dit zijn de nadelen. Uh, ja, dat gaat niet. Dus het is echt belangrijk om dat van tevoren te ondervangen en al te bespreken en ook te noteren. Nou, als ik dat genoteerd heb, dan ga ik uitleg geven aan de zwangere zelf. Um, en daar bel ik eigenlijk heel vaak een tolk bij. Um, want uh, het is heel lastig als je ook al de taal niet goed spreekt om over dit onderwerp. Uh, ja, goed geïnformeerd te worden door ons. En ik wil echt heel graag dat ze het gewoon echt goed begrijpen. Uh, wat ik altijd vertel is wat er veranderd is ten opzichte van toen ze geboren is. Heel vaak hebben vrouwen niet veel anatomische kennis uh, van hun eigen vulva. En uh, is het voor hun ook gewoon ja, goed om te weten wat er überhaupt gedaan is of weggehaald is dus voor zover ik dat kan zien op dat moment. Uh, vaak teken ik hoe het eruit ziet omdat ze dus niet mee willen kijken met de spiegel. En dan kan je ook laten zien hoe je het gaat hechten. Um, ik vertel vaak dat het er anders uit gaat zien na de bevalling. Ze hebben uh, natuurlijk nu een, een, een dichte vagina en straks wordt het echt een open vagina. En dat kan er ja, heel gek uitzien voor hun en ook voor hun partner. Ook vraag ik hoe het voor hun was om erover te praten en na te kijken. Soms is het voor het eerst dat iemand daarna gekeken heeft of voor het eerst dat ze erover praten. Vaak wordt er in de familie niet over gesproken. Dus ja, hou daar ook rekening mee. En ik vraag of ze akkoord is met het plan of dat zij nog uh, andere ideeën of wensen heeft. En is het goed om mee te nemen hoe de familie daarover denkt? Um, want zij gaat natuurlijk geopend worden met de bevalling als dat nodig is. En uh, dan ja, is het belangrijk ook om een risico-inschatting te kunnen maken voor daarna. Dat je weet um, of de familie daarachter staat of dat de familie dat heel moeilijk vindt en dat ze eigenlijk weer willen dat ze na de bevalling weer gesloten wordt. En dat mag niet in Nederland. En dat wil ik niet. En dat kan ik niet. En dat mag ook de gynaecoloog niet. Nou, complicaties tijdens de bevalling. Twan uh, vertelde er net al wat over. Uh, het is lastig om goed onderzoek te vinden wat je uh, goed uh, naar het Nederlandse of het Europese um, om kan zetten, omdat veel onderzoek uit Afrikaanse landen zijn. En daar heb je sowieso al een verhoogd risico uh, op veel complicaties tijdens de geboorte, omdat de omstandigheden van de zorg daar gewoon heel anders zijn. Maar wat je eigenlijk wel ziet is dat uit alle onderzoeken wel blijkt... dat er een verhoogde kans is op het niet vorderen van de ontsluiting of van de geboorte. Verhoogde kans op bloedverlies. Uh, verhoogd risico om een keizersnede te krijgen. Uh, baby's moeten vaker gerenumeerd worden. Dus een verhoogd risico op vroegeboorte en op sterven. En uh, hoe meer weefsel er is verwijderd, hoe meer kans op complicaties... en hoe meer er dichtgemaakt is. En dat geeft weer meer problemen met inwendig onderzoek... Het uh, plaatsen bijvoorbeeld van een draadje op het hoofd van de baby, waarmee ze de hartslag luisteren tijdens de bevalling. Een uh, bloedonderzoek doen op het hoofdje van de baby, terwijl de baby nog in de buik zit. Ook dat is gewoon veel moeilijker als je een, ja, een hele kleine opening hebt waar je doorheen moet werken. Katheteriseren kan vaak niet uh, als het uh, besnijdenis nog niet is uh, uh, opgeheven. En je hebt een verhoogde kans op wondinfecties. Nou, dan gaan we het over de deinfibulatie uh, hebben. En um, dat is eigenlijk wat ik de hele tijd al bedoel met het openen van de vagina. Een deinfibulatie is een ingreep om het littekenweefsel dat de ureter, de vagina en de intervites afdicht te openen. Nou, redenen daarvoor is dus omdat je niet goed uh, kan plassen bijvoorbeeld, problemen hebt met menstruaties, uh, veel klachten daarvan ondervindt, uh, met uh, uh, seksklachten uh, ondervindt. Uh, of niet goed uh, uh, vaginaal kan bevallen van je kindje. Je kan een uh, deinfibulatie doen voor de zwangerschap, maar heel vaak gebeurt het bij de bevalling of uh, later nog. Um, en uh, dat kan je bespreken met haar. Nou, ik wil jullie wat vertellen over de procedure. Hier eigenlijk bij het eerste plaatje uh, zie je dat de uh, verloskundige of in ieder geval uh, de hulpverlener met de vingers. Um, naar binnen gaat en die doe je eigenlijk tussen... bij de bevalling eigenlijk al het hoofdje, wat daar al achter duwt... en het stukje waar littekenweefsel ontstaan is. Dan doe je een oppervlakkige verdoving. Uh, dat is voor mevrouw voldoende. Je doet het oppervlakkig omdat je niet het hoofdje van de baby wil raken. Um, dan pak je een schaar met een stompe punt... en die zet je eigenlijk ertussen en dan knip je omhoog... op het littekenweefsel... Uh, van mevrouw, uh, zodat er zo min mogelijk bloeding komt. En dat is ook de richting waarin het ja, ooit dichtgemaakt dus het is, dus die hier weer opent. Je doet het op het moment dat het hoofdje bijna geboren wordt, zodat er wat druk achter zit. Uh, je moet het ook niet te laat doen, want dan gaat het al scheuren aan andere kanten. En als dat uh, gedaan is en de baby is geboren, dan moet je het dichtmaken. En hier zie je dat ze uh, het dicht hebben gemaakt. Hey, je maakt alle de kanten dicht. Je mag niet de ene kant aan de andere kant meer vastmaken. Dat is echt bij wet verboden. Deze zijn geknoopt gehecht en deze is onderhuids gehecht. Nou, je hecht het eigenlijk net zoals je een tweede graadsruptuur altijd hecht. Um, en ontstaan dus twee wondranden. En mogelijk heb je nog op andere plekken scheurtjes die je moet hechten. Het gebeurt ook wel eens dat nadat je uh, geopend hebt naar boven, dus een episotomie anterior hebt gezet, dat je alsnog uh, een normale knip zet, omdat je ruimte moet maken. Uh, dus soms is mevrouw N naar boven geopend, en heeft ze een gewone knip, omdat door de, ja, soms het weghalen van uh, delen het zo strak kan worden dat er eigenlijk alsnog meer ruimte nodig is. Nou, wie kan uh, dit doen? Eigenlijk kan je als eerste lijnsvloskundige uh, gewoon een de-infibulatie doen. Maar het is wel verstandig dat degene met de meeste ervaringen doet. Als je zelf geen ervaring hebt of je niet bekwaam voelt, vraag bij een buurtpraktijk. En anders verwijs naar de gynaecoloog en kijk, hè, weet wie in jouw uh, netwerk. Uh, de gynaecoloog is die hier ervaring mee heeft en draagt mevrouw dan over. Als je wel zelf je bekwaam voelt of er ervaring mee hebt, dan uh, kan je overwegen om een bevalling in het ziekenhuis te doen. Um, dat noem je een bevalling met een plaatsindicatie, zodat als er een complicatie optreedt of als je wil overleggen, uh, er gewoon extra mensen en uh, extra uh, ogen beschikbaar zijn. Nou, dan heb je de nazorg. Heel belangrijk om ook na de bevalling met mevrouw te praten. Doe dit privé, want je weet niet of de familie ervan af weet. Um, en dan kan zij daar ook gewoon vrij over praten. Je kan eventueel samen kijken, maar dat willen ze dus eigenlijk bijna niet. Um, je kan uitleg geven over dat het ook niet alleen anders eruit ziet, maar ook anders kan voelen. Als zij een onderbroek aan heeft, zal het echt anders voelen met een open vagina die ze nu heeft, waar ook nog wondranden aan zitten, dan uh, met de gesloten vagina die ze eerst had. En um, ook fietsen zal anders voelen, lopen, zitten, eigenlijk alles in het begin. Als ze gaat plassen, moet ze weten dat dat ook anders ja, voelt, eruit ziet, dat het anders klinkt. Eerst was dat meer vaak uh, met kleine beetjes of druppels gewijs. Uh, en nu is dat echt een straal, uh, wat ook nieuw voor ze zou zijn. Uh, en dus ook goed om ze daarop voor te bereiden dat dat normaal is. En uh, als verloskundige ben je verplicht om ook een risico-inventarisatie te maken uh, voor de kans op reinfibrillatie. Dat betekent dat na de geboorte van het kind mevrouw teruggaat naar land van herkomst en eventueel weer opnieuw uh, gesloten wordt. Um, en uh, als zij een dochter gekregen heeft, dan uh, is het ook uh, goed om met mevrouw hierover te praten. Eigenlijk al in de zwangerschap, uh, maar ook nog in het uh, uh, kraambed of in de nagesprekken die je hebt. Uh, om haar te vertellen wat de wetten en regels daarvan zijn en gewoon te vragen hoe zij erover denkt. Draag dit over aan uh, JGZ, die uh, gaan daar uh, uh, verder ook met de preventie voor als ze een dochter gekregen hebben. Je hebt hier natuurlijk toestemming voor nodig, maar die heb je in de zwangerschap als het goed is al gevraagd. En als er echt een acute dreiging is, dan uh, kan je gebruik maken van de meldcode kindermishandeling, waar mijn collega straks nog op terug gaat komen. Dan is het goed om een nakontrole te doen. Zes weken na de geboorte. En uh, daarbij is het goed om gewoon alle punten weer na te lopen en te vragen of ze klachten ondervindt. of wat zij anders vindt dan dat ze hier voorheen had. Want soms weet ze ook niet wat klachten zijn, omdat het voor haar allemaal nieuw is. En je kan ook nog drie maanden na de geboorte terug laten komen. Dat vind ik zelf altijd fijn, omdat het dan allemaal wat meer gesetteld is en dan vaak echt de, de blijvende ongemakken tevoorschijn komen. En dan is het goed om door te verwijzen naar de mensen in je keten-samenwerking die hier meer verstand van hebben of haar beter hierin kunnen begeleiden. Dankjewel, Flor. Yes. Voor je heldere presentatie. Voordat ik jou wat vragen ga stellen, wil ik mm -hmm. de mensen thuis ook nog even wijzen op uh, de chat. Ja. <laughs> dat ze jouw vragen kunnen stellen. Ja. Ik denk dat ze mij niet zoveel te vragen hebben, maar ik heb wel vragen voor uh, jou. Yeah. Um, je hebt net heel uitgebreid verteld over de de hè, yeah. en hoe dat ook uh, moet. Mm -hmm. En dat het belangrijk is om een vrouw voor te bereiden, want eigenlijk zeg je, hè, alles is, is daarna nou anders. Yeah. Hoe bereid jij hem voor een vrouw daar nou op voor? Ja, eigenlijk door um, ja, vooral met haar te praten over hoe nu de normale dingen in het dagelijks leven voor haar zijn. Zoals lopen, zitten, staan, plassen, mm -hmm. sporten, uh, menstrueren, um, vrijen met haar partner. Um, en dan te vertellen hoe het daarna waarschijnlijk voor haar Anders gaat zijn. Is, ja, ja. Ja. En hoe reageren vrouwen daar? Uh? Op. Ja, vaak uh, ongemakkelijk, omdat ze, uh, het niet een onderwerp is waar ze normaal over praten. Ja. Dus, ja. Uh, dus vaak zeggen ze alleen maar, uh, ja goed, geen probleem, of dat soort dingen. Ja. Uh, dus uh, um, ja, is het gewoon goed om daar samen wel over te hebben. En dan vertel ik ook dat, het, dat, dat ik ben gewend om daarover te praten en dat ja. ik snap dat het voor hun. Een heel gek gesprek is ja ja zeker en uh, je krijgt de vrouw natuurlijk dan na een aantal weken en soms zijn een aantal maanden weer op controle ja. hoe zijn de ervaringen dan van vrouwen die dan gede-infibuleerd zijn um, ja uh, wisselend uh, sommige ze zijn vaak wel blij als ze klachten hadden dat die klachten verminderen ja. maar ze vinden het wel vaak heel gek eruit zien ja. of hun partner vindt het heel gek ja ja, uh, ja. maar ik kan me voorstellen en misschien uh, ik heb zelf geen kinderen, maar dat meerdere vrouwen dat ook hebben na de bevalling. Dat het is natuurlijk <laughs> heel wat anders, maar dat het na, een vrouwelijk lichaam na de bevalling is kan ik me voorstellen sowieso even wennen. Goed punt. Uh, en daar hebben we het ook met eigenlijk met alle vrouwen altijd over ja. dat het er gewoon je lijf er ja. anders uitziet na het dragen en het baren van een kind. Ja. Ja, niet om dit te kort te doen hoor, maar dat nee. ik, maar dat wel uh, dat, he, dat meerdere vrouwen dat ja. misschien wel uh, hebben. Mm -hmm. um, en je had het ook over het moment van de-infibulatie, dat dat mm -hmm. uh, op verschillende momenten kan. Mm -hmm. um, wie, wie bepaalt dat moment? Ben, ben jij dat als verloskundige of uh, kan een vrouw daar zelf wat nou, over zeggen? Nee, een vrouw kan daar zeker zelf wat over leggen, want ik mag sowieso niks doen zonder haar toestemming. Hè? Ja. Um, dus daarom is het ook zo belangrijk om dat van tevoren goed te bespreken. Um, bij mij, ik ben verloskundige, bij mij is het heel logisch om tijdens de bevalling... Te openen. Omdat er dan, dan echt ja, gaat er van alles gebeuren en er moet een baby uit. En ja, als je echt zo'n type 3 besnijdenis hebt, dan kan er simpelweg gewoon niet een baby uit. Um, als je dat uh, ja, als niet, je niet deinfibuleert. Ja. Dus, uh, dus dan is dat vaak het gekozen moment. Uh, maar buiten de zwangerschap om, ja, kan een vrouw natuurlijk zelf. Uh, in samenspraak met haar begeleider, hulpverlener, kiezen wat dan het moment is. Ook ja. afhankelijk van wat haar vraag is natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Nee, want ik mm -hmm. weet dat vrouwen hè, als ze een klacht bijvoorbeeld bij de huisarts komen... het ja. vertelde, kan ik me voorstellen dat ze dan aanraden om een de te doen... bij ja. heftige menstruatieklachten ja. of ja. terugkerende urineweginfecties. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat veel vrouwen dat weten. Dat ze denken, oh, maar dat moet pas... Als ik als ik zwanger ben, dan ja. wordt het pas een ding. Maar dat, dat ja. mag dus gewoon op het moment dat ja. een vrouw daar eventueel behoefte aan zou hebben en de ja. hulpverlener daarin uh, mee beslist. Mm -hmm. ja. um, en jij gaf ook aan tijdens je presentatie: hè, in principe kan iedereen uh, een, een VGV detecteren? Of zou mm -hmm. iedereen of elke verloskundige of gynaecoloog dat moeten uh, kunnen. Ja. Um, maar stel nou dat mensen daar geen ervaring in hebben, maar het wel graag bespreekbaar willen maken of daar ervaring ja. mee op willen doen. Ja. Welke tips heb jij dan? Uh, Words, nou, dat je eigenlijk gewoon net als met alle, ja, een beetje. Uh, dingen die je moet zeggen soms als uh, hulpverlener waarvoor je denkt hoe ga ik dit bespreken ook of mensen geldproblemen hebben of dat ze ooit uh, seksueel trauma hebben opgelopen dat vragen we ook allemaal uh, als mensen zwanger zijn dat zijn allemaal al van die dingen waarvan je denkt hoe ga ik dit brengen ja, je voelt je voelt ja. zelf dan oh, dit wil ja, ik bespreken je wil iemand niet kwetsen nou. je wil iemand niet in een hokje plaatsen uh, maar je wilt wel bespreken ja, het beste werkt gewoon om het gewoon te vragen zonder oordeel met respect gewoon vragen. Ja. En ik weet heel toevallig dat er een klein filmpje in de maak is als gesprekstarter en dat je die als vloskundige aan kan zetten uh, waarin, nou in één minuut eigenlijk een introductie is op dit onderwerp die je uit kan zetten dan weer en waar je aan mevrouw kan vragen: goh, heb jij hier ook ervaring mee? Ben jij toevallig besneden? Ja, ja, precies. Dus dus eigenlijk het geven van 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 die opening. Ja. Um, in dit geval, als verloskundige, om te zeggen van nou ja, de ruimte te geven om daarover ja. te bespreken. Ja. Ja. ja, en uitleggen waarom. Ja, Wel, je, je vraagt vooral, het niet omdat je nieuwsgierig nee. bent. Hè. Je nee. vraagt dan omdat je zo goed mogelijk voor haar en ja. voor de baby wil zorgen. Ja, en ik denk dat die context ook heel belangrijk is, dat, dat vrouwen dat weten. Hè? Want ik denk ja. dat vrouwen die het lastig vinden, zijn vaak bang dat er juridische gevolgen aan, aan zitten ofzo. Ja. Terwijl dat in principe in de context van de verloskunde helemaal niet is waarom nee. je het vraagt. Je doet het om voor haar en het ongeboren kind. Uh, ja, een veilige geboorte, en... uh, zo veilig ja. mogelijk te creëren. Ja, precies. Ja. Ja. En je had het ook nog even over dat meekijken en dat, dat, dat meevoelen. Ja. Waarom is dat zo belangrijk dat vrouwen um, meekijken? Ja, ik vind dat als. Uh, uh, ja, uh, Nederlander natuurlijk allemaal heel belangrijk om uh, bij mezelf te kijken en te weten hoe het eruit ziet en zo allemaal. En hoe wordt het dan daarna en zo. Ja. Uh, dus dat zit ook gewoon een beetje in mij, dat ik denk dat dat belangrijk is. Maar ik denk zeker omdat er wezenlijk iets gaat veranderen voor hun, dat dat meekijken belangrijk is. Maar als ze dat niet willen, kan ik het dus ook tekenen. Ja. Als ze maar weten ja. wat ik ga doen. Ja, En ja, dat precies. vind ik vooral belangrijk. Het gaat me niet per se om het kijken, maar het gaat me gewoon omdat ze weten van wat gaat er veranderen. Hoe gaat het eruit zien? En, en, en is dat. Ja, het, ben je akkoord daarmee? Is een beetje een gekke vraag. Want ja, anders kan de baby er niet uit heel vaak. Ja. Maar. Uh, ja, ben je een soort met van oké okay ermee? Ja, nou ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat hè, in het eventueel voorbereiden op een deinfibulatie. Het ook helpt om te mm -hmm. praten over nou, ho hoe ziet het eruit en ja. hoe ziet het er straks uit. En ik ja. weet dat bij veel van deze vrouwen er vaak minimale kennis is over het, 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 het ja. eigen lichaam. En zo. En dan kan ik ja. me voorstellen dat het enorm fijn is dat er iemand dan even de tijd neemt ja. om het eigen lichaam en het lichaam van een vrouw met, uh, door te nemen. Dus ik moedig je daarin in, uh, in je missie. je dankjewel voor je, voor je presentatie. Yes.